Ik ben Robin, dit is Eli en wij willen graag een skatepark. De vriendjes Eli Schuit en Robin Kessels uit Beuningen houden van buitenspelen en willen daarom dat er een skatepark komt. Vorige maand spraken ze de gemeenteraad al toe om hiervoor te pleiten. Hun actie heeft succes gehad, want dinsdag wordt er in de raad een motie ingediend om een nieuw skatepark te onderzoeken. Ik ben Robin, dit is Eli en wij willen graag een skatepark, omdat er is hier wel een skatepark, maar die is niet heel erg goed. Want als het net heeft geregend, is die helemaal nat en ligt die vol met gras en modder. Nou kijk, normaal gaan we naar Nijmegen, Wijchen, noem maar op. Alleen mijn moeder en, of mijn vader, die hebben er niet echt altijd zin en tijd in. En dan verveel ik me altijd wel een beetje. We begonnen eigenlijk met dat Eli op school naar mij toe kwam en vroeg wil jij een skatepark? Want deze hier die is niet heel erg goed. En toen zei ik ja. En dan zullen we een handtekening op gaan halen. Ik heb al een paar en ik heb ook al een brief aan de burgemeester geschreven. Maar die antwoordde eigenlijk dat ze er iets mee ging doen. Maar uiteindelijk heeft ze er niet heel veel mee gedaan. De fractie Beuningen Nu en Morgen stelde de motie op. Behalve een onderzoek stellen ze ook een richtbedrag van 50.000 euro voor. Wij vinden dit initiatief een mooi en gezond initiatief natuurlijk. We zien het als een mogelijkheid waar jongeren kunnen bewegen samen, maar ook samen kunnen ontmoeten. En het past ook binnen het beleid van Beuningen met betrekking tot jeugd, jongeren en gezondheid. Dus aanstaande dinsdag gaan wij als Beuningen Nieuw Morgen een motie indienen, waarin we het college verzoeken om te onderzoeken of er een locatie in Beuningen is die natuurlijk sociaal veilig moet zijn, maar daarnaast ook op een plek moet liggen waar het risico tot overlast zo min mogelijk is. En daarnaast vragen we het college om samen met de jongeren te gaan kijken wat hun wensen zijn voor het skatepark. En om te kijken natuurlijk of dit financieel haalbaar is. Hoe zou jouw droomskatepark eruit zien? Met een hele grote schans die dan eindigt een plateautje hier en die gaat dan zo naar beneden. En dan gaat die zo weer omhoog en dan land je in een foam pit. Dat is een soort kel met allemaal blokken erin die heel erg zacht zijn. De motie zal worden aangenomen, want het krijgt de steun van alle partijen behalve de VVD. Eli en Robin zijn hier uiteraard heel blij mee. Ja, echt heel erg fijn. En ook gewoon, ik ben best wel trots. Ik weet niet of Eli dat ook is. Ja, ik ben ook wel trots en het is ook wel best leuk dat het er ook komt. Want ja, je vraagt ergens om. Meestal of je krijgt het of je zegt ja, kom maar over een jaar terug of zo. En nu zeiden ze ja, oké, we gaan er wel mee bezig zijn.